Je hebt dit boek van iemand gekregen. Nu is het altijd leuk om cadeautjes te krijgen, maar de reden waarom je dit boek krijgt is helemaal niet leuk. Je krijgt dit boek omdat er iemand is doodgegaan. Volwassenen gebruiken meestal andere woorden voor doodgaan. Ze zeggen dan dat iemand is overleden of gestorven. In dit boek lees je meestal de woorden doodgegaan of gestorven. Corine de Jong is uitvaartondernemer en kreeg vaak de vraag hoe om te gaan met de dood en dit uit te leggen aan kinderen. Ze schreef het boek Nu jij er niet meer bent als houvast voor kinderen en ouders. Daarnaast biedt het boek ook ruimte voor blijvende herinneringen. Welke visie ben jij met dit boek gekomen? Ik werk als uitvaartverzorger en ik deelde eerder al aan kinderen een boekje uit waar ze dingetjes in op konden schrijven als iemand was overleden. Dat boekje had een algemene achtergrond, dus niet christelijk, niet iets specifieks. Nou, ik werk in een gebied waar heel veel mensen hun kinderen opvoeden met christelijk geloof. En ik kreeg dus terug van ouders van ja, dat missen wij, dat er niet in staat. En toen ben ik op zoek gegaan naar zo'n boek, of dat er was. En dat bleek er niet te zijn. En uiteindelijk, nadat mijn man al een keer had gezegd van nou, dan ga je toch zelf een boek schrijven. Toen zei de uitgever die ik dus belde van joh, weet jij of dat dus een boek is? Nou, die zei nee, dat is er niet. Maar ja, waarom ga je het niet zelf schrijven? En zo is het eigenlijk begonnen. Voor de begrafenis komen veel mensen die de doden hebben gekend bij elkaar tijdens een afscheidsdienst. Dit wordt ook wel een rouwdienst of een uitvaarddienst genoemd. En die bijeenkomst is vaak in een kerk of een zaal. De kist staat soms al voor in de kerk of in de zaal, maar wordt soms ook binnengebracht door familie. Je hebt er ook bewust voor gekozen om een hele duidelijke, maar ook hele heldere taal uit te leggen hoe zo'n proces gaat. Hè? Is dat bewust gedaan zo? Ik zeg ook van nou, er is iemand dood gegaan. En de redacteur zei eerst van ja, moet je dat nou wel zo doen? Maar dat is wel de manier hoe kinderen erover praten. Dus dat heb ik geprobeerd in dit boek om echt in kindertaal heel begrijpelijk voor kinderen uit te leggen ook wat er gebeurt als iemand is dood gegaan. Het leuke was dat voor dit boek ik ook kinderen heb gevraagd om nog dingen op te schrijven en te vertellen. En dat hun ouders eigenlijk zeiden later van, oh dat was zo goed om dat samen te doen. Want die kinderen vonden het moeilijk om erover te praten. En eigenlijk door de vragen die er ook in het boek staan en waar ze over kunnen schrijven en tekenen, kwam eigenlijk dat gesprek op gang tussen die ouders en die kinderen. Dus ja, dat is wel echt mijn missie. Dat het echt als een verwerkingsboek gebruikt kan worden. Heel veel ouders die vragen ook altijd wel aan mij van wat is nou goed om mijn kind bij te betrekken? Moet ik ze nou wel laten kijken of niet bij een opa of een oma? Ja, waar moeten ze wel bij zijn en waar niet? Dus daar kom ik heel veel tegen. En ook inderdaad als ouders zelf een negatieve ervaring hebben gehad in het verleden, dan heel angstig zijn om hun kind daarmee te belasten, zeg maar. Terwijl ik juist merk dat kinderen eigenlijk van nature heel onbevangen zijn. En die gaan wel op een heel onbevangen manier met de dood om, als jij dat zelf ook doet. Ik zeg eigenlijk altijd van probeer ze zoveel mogelijk overal bij te laten zijn. En leg gewoon alles uit wat er gebeurt. En laat ook gewoon zelf zien dat je verdrietig bent. Denk jij, het geeft niet als jij huilt, dat je kind ziet van nou ja, hier zijn wij verdrietig om. Ik leg natuurlijk ook uit alles wat er gebeurt. En dat helpt ouders ook weer om het op die manier ook weer aan hun kinderen uit te leggen. Het graf is een diepe kuil die van tevoren al is gegraven. De kist wordt op sterke ijzeren kabels of touwen gezet. En die kabels hangen boven het graf. Degene die heeft gesproken tijdens de afscheidsdienst leest nog wat voor en er wordt gebeden. Daarna laat de uitvaartverzorger de kist in het graf zakken. De kabels of touwen gaan naar beneden, waardoor de kist langzaam in het graf zakt. Na de begrafenis lopen alle mensen nog één keer langs het graf.